ga wel eens gaan dat ik maar in de hoed gaan ben. En mijn telefoon, dan neem ik hem in de hoed, want dan kan ik geen telefoongesprek houden. Het genot van boeten zetten en een beetje voort. Het is vanaf jouw hoed, dat zei ze, dan kan je eruit en ga je net in de tuin zitten. Ja, je kan je wel zitten, maar dan kan je niet meer goed mee kunnen praten. En dan is het steeds dan, wat zei ze? De bewoners van de Kamphuizenstritten in Dokkum binnen de Hyondal kleer mij. De stritten ergens hard ernstig. Maar troch de tanom verkeersdrokte op de Roenwei kunnen bewoners al hier en net meer in de tuin zitten. We hebben hier altijd met plezier aan wennen. En vroeger lag hier het spoorlijk achter en dat is voor te leggen. En toen ben je daar een dikje gaan. Maar juist wel goed drok dat het hier nog achter hoe is. Die grote vraag al en die krijgers. Dat zoeken ze die een hele tijd terug. Wij kennen elkaar dan net verstingen. De uitlaatgassen zijn vreselijk. Echt weer. En al dat werkverkeer komt hier dan deel. Het is net met de dwaan. En het is sinds dat de centrale Asje komen is, hebben we daar last van. Maar de schijnt licht aan de eind van de tunnel. De gemeente hier had begin juli een moosje aannaam om een loodscherm bij de Roenwei te realiseren. Nou, een van de mensen is bij bewoners in de Hoesweis, gewoon oerdaai. En die is zichzelf ook rotskrokken van het lawaai. En dat de kopjes soms tegen op tafel zitten te trillen. Nou, zo zou ik net wenen willen en zo willen wij ook net dat bewoners in een pad van Dokkum zou wenen moeten. De totale kosten worden roest op 8 ton. Waarvan de provincie mogelijk de helft bijdragen kan. De stritten hopen het gauw op actie. Want er binnen al meerdere mensen verhuizen vanwege het leven. Die mensen gingen krijg kocht, het hele huis sloopt, mooi verbouwd, prachtig mooi van binnen. En even later zijn ze stitten keer, ze gingen voort, ja. Ze konden net boeten doorzetten en het was hun te druk, het is naar de wil gegaan hier. In ieder geval eerst het college opdrachtje aan om hiermee aan de slag te gaan. Want ja, wij jaren wel dat die centen de lezen van de provincie. Maar ook in de gemeente zei ze in de provincie. Nou, kom maar op, meidje. Ja, dan kan op heel kwart termijn kan dit regelen worden. En zo'n loodskerm, dat zullen de bewoners wel zitten. Het zou het lood in ieder geval wel een beetje dempen. En dan kunnen we ook wel een beetje verzoenlijker met elkaar praten. Dat is ook wel heel fijn vinden dat er eventueel een geluidsscherm komt, dat het geluid gewoon minder is, dat we er minder last van hebben. De gemeente laat eerst Friesland jou toon dat ze de plan nog onderziekje.